De Youth Advisory Group van de UNFPA Suriname organiseert een informatie- en filmdag voor de meisjes van het Maria-internaat. Deze dag wordt georganiseerd in het kader van 16 Days Activism Against Women in Child Abuse. De Youth Advisory Group, YAG, is een jongerenorganisatie die valt onder de wereldorganisatie United Nations Population Fund, UNFPA. De 16 dagen van de activisme tegen gendergerelateerd geweld is een internationale campagne die elk jaar plaatsvindt van 25 november tot 10 december. Deze campagne wordt gebruikt als een strategie om individuen en organisaties over de hele wereld op te roepen voor bestrijding van geweld tegen vrouwen. Tijdens de filmdag zullen de meisjes van het Maria-internaat een gender-based movie bekijken en daarna samen over dit onderwerp praten. Volgens Stephanie Launchman, verantwoordelijke van dit project, is voor het Maria-internaat gekozen omdat het allemaal jonge dames zijn die in de toekomst zullen meehelpen om de Sustainable Development Goals, SDGs, te bereiken. Jullie moeten dan meehelpen om die SDGs te bereiken. Maar hoe kunnen jullie meehelpen dan? Wij moeten jullie dan de gelegenheid geven om jezelf te kunnen ontwikkelen. Want als je jezelf niet ontwikkelt, kan je dat niet doen. We moeten jullie de mogelijkheid geven om zelf kansen te nemen en om beslissingen te maken. Jullie moeten zelfs kunnen kiezen wat jullie willen doen. En jullie moeten bewust zijn van alle keuzes die jullie maken. Oké, vandaag is 29 november. Een hele belangrijke dag. 25 november zijn we gestart met de 16 dagen van activisme. Launchman zegt verder dat de 16 dagen van activisme op 25 november start omdat het de internationale dag voor uitbanning van geweld tegen vrouwen is. Elke 25ste van de maand is het Orange Day. Daarom hebben we zo oranje aan, mooie kleur toch? Orange Day betekent dat je tegen gendergeweld bent tegen vrouwen. Ik zeg dit erbij, er is ook geweld tegen mannen. Maar waarom focussen wij meer op vrouwen? Omdat 1 op 3 vrouwen over de hele wereld wel eens slachtoffer wordt van gendergeweld. En de meeste van deze vrouwen worden mishandeld door iemand die ze kennen. Meestal is het gewoon iemand waarmee je samenwoont. Een oom, een familielid, gewoon een buurman. Maar het is telkens 1 op 3 vrouwen, dat is heel veel. Dus er is ook geweld tegen mannen, maar het gebeurt meer bij vrouwen en meisjes. En daarom houden wij ons dan daarmee bezig. Stephanie Launchman, lid van de Youth Advisory Group van de UNFPA Suriname. Zij sprak tijdens de filmdag georganiseerd voor de meisjes van het Maria-internaat in het kader van de 16 dagen van activisme tegen gendergerelateerd geweld.